Goedemiddag of misschien wel goedemorgen. Mijn naam is Emma Vermeulen en ik werk als promovendus aan het Amsterdam UMC bij de nefrologie. En daarnaast werk ik ook bij de farmacologie afdeling van het UMC. Komende 45 minuten ongeveer wil ik ingaan op geneesmiddelen en nierfunctie. En dan voornamelijk verminderde nierfunctie. Mijn inziens een heel belangrijk onderwerp. Ik wil kort even de leerdoelen aanstippen. Aan het eind van de presentatie hoop ik dat jullie weten welke functies de nieren hebben en hoe deze nierfunctie bepaald kan worden. Ook hebben jullie dan kennis over hoe nierschade wordt geclassificeerd en wat de meest voorkomende oorzaken zijn van nierschade. Ik wil kort ook de farmacokinetiek aanstippen en de rol die de nieren daarbij spelen. En uiteraard gaan we het hebben over geneesmiddelen en verminderde nierfunctie. Tussendoor zal ik af en toe ook een casus erbij pakken en dan geef ik jullie een aantal seconden tot een halve minuut de tijd om daar goed over na te denken. En aan het einde heb ik ook nog een paar canvas vragen van voorgaande jaren in de presentatie verwerkt. Als we het hebben over nierfunctie, dan hebben we het niet over één functie eigenlijk, maar over meerdere functies die de nier uitoefent. Als eerste de klaring van afvalstoffen of afvalstoffen, eigenlijk de meest bekende functie van de nieren. En je kunt hierbij denken aan het klaren van ureum, wat een afbraakproduct is van eiwitten. En ook het klaren van zout, wat we te veel innemen. En toxische stoffen of natuurlijk ook medicatie die uit het lichaam geklaard moet worden. Een andere en niet minder belangrijke functie van de nieren betreft de regulatie van vocht. De nier filtreert per dag om en bij 180 liter aan voorurine, wat dan geconcentreerd wordt tot ongeveer 1 tot 2 liter die we plassen per dag. En dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid, die 180 liter. En je kunt je voorstellen dat als die nieren dat concentrerende vermogen verliezen, of juist als ze geen vocht meer kunnen uitscheiden, enorme problemen geeft. Zeker zien we dat vaak bij eindstadium nierfalen, waarbij mensen aan de dialyse terechtkomen daardoor. Als laatste wil ik de endocrine functie benoemen. En dat is een functie die vaak over het hoofd wordt gezien. En ik wil jullie heel even de tijd geven om na te denken welke endocrine, ofwel hormonale functies jullie van de nier kennen. En daar ga ik zo op de volgende slide op in. Hier staan een aantal belangrijke endocrine functies van de nier genoemd. De nier is betrokken in het vitamine D-metabolisme, in de productie van erythropoëtine, maar ook in het RAS-systeem. En als eerste de vitamine D. Vitamine D doen we op via de zon, maken we aan in de huid en kunnen we via de voeding binnenkrijgen of via supplementen. En dat vitamine D is op dat moment nog inactief. En we hebben daar de nieren voor nodig die dat inactieve calcidiol, oftewel 25-hydroxyvitamine D, kunnen omzetten naar de actieve vorm, de calcitriol bijvoorbeeld, de 1,25-dihydroxyvitamine D. En alleen dat actieve vitamine D, juist, dat heeft effecten in het lichaam voor het botmetabolisme en ook het reguleren van calcium- en fosfaathuishouden. Dus het is heel belangrijk dat mensen vitamine D vanuit de huid en de voeding kunnen omzetten naar de actieve vorm. En mensen met nierfunctieverlies, vooral in het eindstadium daarvan, die hebben moeite om dat vitamine D om te zetten. En die hebben daardoor speciale supplementen nodig. En dat zijn dan niet de reguliere vitamine D supplementen uit de drogist, maar de actieve vorm van vitamine D, zodat ze dat niet meer zelf hoeven om te zetten, want dat kunnen ze niet meer. Een andere functie van het lichaam, of van de nieren, is het produceren van erythropoëtine. Wellicht kennen jullie het als EPO, gebruikt als doping in de topsport. Maar dat erythropoëtine wordt in de nier gemaakt en dat zorgt ervoor dat er voldoende rode bloedcellen worden geproduceerd. En bij mensen met een ernstige nierinsufficiëntie zien we dan ook dat de productie van de erythropoëtine afneemt.
En dat ze vaak bloedarmoede krijgen. Dan het RAS-systeem. Het RAS-systeem, het renine-angiotensine-aldosteron-systeem. Ik hoop dat jullie dat eerder hebben gehoord. Dat systeem heb ik hier weergegeven in een schema. En dit hoeven jullie absoluut niet uit je hoofd te kennen. Wel vind ik het belangrijk dat jullie deze twee enzymen kennen. Het renine en het angiotensine. Het angiotensine converting enzyme, oftewel het ACE. En zowel het ACE als de renine worden in de nieren gemaakt. En die zorgen ervoor dat angiotensine 1 wordt omgezet naar angiotensine 2. En dat laatste heeft een heleboel effecten, onder andere op de aldosteronsecretie, maar ook op de bloeddrukregulatie, de ADH-secretie, etc. En beide enzymen zijn ook een belangrijk aangrijpingspunt voor bloeddrukregulerende medicijnen. En daar kunnen we straks, komen we daar ook nog op terug. Als we het hebben over die nierfunctie, vind ik het belangrijk om te noemen dat de nieren een enorme overcapaciteit hebben. Dus zelfs met één nier kunnen we prima leven en zijn al deze functies nog in volle kracht. Pas als we minder dan de helft van de nier hebben, als we één nier over hebben die wat slechter wordt, uiteindelijk dan pas komen deze functies in het geding. Dus er is een enorme overcapaciteit. En als we het hebben over nierfunctie, wordt er vaak een getal genoemd. En het getal kunnen we op verschillende manieren, oftewel de nierfunctie kunnen we op verschillende manieren bepalen. En het meest gebruikte is de berekening van de nierfunctie met de 24-uurs urine of een schatting met behulp van verschillende formules. En daarbij is de CKD-EPI-formule, die we zo zullen zien, de meest gebruikte. En misschien denk je wel, waarom zou je de nierfunctie schatten als je hem ook kan berekenen? Dat heeft ermee te maken dat het sparen van die 24-uurs urine hartstikke lastig is. Je bent daar 24 uur mee bezig, het is hartstikke veel gedoe. Elke keer moet je die urine opvangen, dat vergeet je wel eens. En, ook voor ouderen is dat vaak heel lastig, of mensen die incontinent zijn. En zodra je maar ook één portie mist, is eigenlijk die hele berekening niet meer betrouwbaar. Daarentegen is het schatten van die nierfunctie is een stuk simpeler, waarbij er eenmalig bloed geprikt hoeft te worden. En de nierfunctie dan wordt geschat, dat is die eGFR, oftewel de geschatte Estimated Glomerular Filtration Rate, die jullie wellicht bekend in de oren klinkt. Hierbij zie je de formules. Als eerste die exacte berekening op basis van de 24 uur urine. Dat is een vrij simpele berekening. Maar die vergt dus wel veel bewerking en geduld voordat je hem hebt. Dat is wel de gouden standaard, zeker in de acute situatie. En dan daaronder zien we de CKD-EPI-formule. En dat is de formule die tegenwoordig het meest gebruikt wordt. Er zijn ook nog andere formules, MDRD-formule, maar dat is net iets ouder wester. Maar dat gaat om en bij hetzelfde, waarbij er het creatinine in het bloed het meest belangrijk is. Het afbraakproduct van spieren. En dat creatinine, dat wordt grotendeels gefiltreerd en daar wordt naar gekeken. En wordt verwerkt in de formule waar ook het geslacht in wordt verwerkt, maar ook etnische achtergrond. We zien de spiermassa. En die spiermassa is wel een heel belangrijk punt voor beide formules, maar vooral de CKD-EPI. Omdat die spiermassa natuurlijk heel erg beïnvloedend is op de hoogte van het creatinine. Je kunt je voorstellen dat een bodybuilder met heel veel spiermassa veel meer spierafbraak ook heeft. En daardoor van zichzelf een veel hoger creatinine. En hoe hoger dat creatinine, hoe slechter die eGFR eruit komt. Dus die eGFR lijkt dan laag, dus die nierfunctie lijkt laag, terwijl eigenlijk is die echt prima. Terwijl hetzelfde kan voorkomen andersom. Als we een oud vrouwtje hebben die amper spiermassa meer heeft, is dat creatinine relatief laag. Maar die nierfunctie kan misschien wel heel slecht zijn, terwijl die eGFR lijkt dan goed, doordat dat creatinine zo laag is. Dus dan is die eGFR een enorme overschatting van die nierfunctie, die eigenlijk een stuk slechter is. En een belangrijk verschil tussen deze twee formules is ook dat de CKD-EPI die leent zich meer voor de stabiele situatie, de chronische situatie, waarbij die echt ongeschikt is als iemand acuut nierproblemen heeft.
En dat vind ik altijd een beetje lastig om uit te leggen. Maar het meest sprekende voorbeeld vind ik altijd de hypothetische situatie dat er bij iemand beide nieren worden verwijderd. Stel, mijn beide nieren zijn vanochtend verwijderd, dan is mijn nierfunctie op dat moment helemaal nul, non-existing. Terwijl, als ik dan het creatinine prik in het bloed en die formule gebruik, de EGFR bereken, of schat op basis van die formule, dan is dat creatinine is nog helemaal niet zo hoog. Dat heeft meerdere dagen nodig om heel erg hoog te worden. Dus op dat moment is die EGFR eigenlijk nog zo slecht niet. En dat zal pas na enkele dagen ontzettend snel dalen. Dat het creatinine dan stapelt, omdat er helemaal geen nierfunctie is. Dus op het moment dat er acute nierinsufficiëntie is, heb je niet zoveel aan die CKD-EPI-formule, omdat die eigenlijk gewoon ontzettend achterloopt. En dan moet je weer terugvallen op die 24-uursurine. En het meest belangrijke daarbij is te onthouden dat als iemand niet plast, of vrijwel niet plast, ja, dan is die CKD-EPI-formule niet zo betrouwbaar in die acute situatie. Dus ook in het geval dat mijn beide nieren weg zijn, ja, dan kan ik ook niet meer plassen. Dan heb ik geen urineproductie meer en is die EGFR dus eigenlijk helemaal nul. Ondanks dat de eerste dagen die EGFR berekend vanuit de waarde uit het bloed zo slecht nog niet is. Wil ik daarvoor ook een casus gebruiken? Mogen jullie zo even nadenken wat jullie denken dat het juiste antwoord is? Als eerste patiënt M van 78 jaar. Meneer heeft eindstadium longkanker en is erg cachectisch, oftewel weinig spiermassa. En heeft een BMI van 17,3. De EGFR is op dat moment 54 ml per minuut berekend. Wat is nu juist? Is dat het een acceptabele nierfunctie is, passend bij de leeftijd en zijn comorbiditeiten? Of is er waarschijnlijk sprake van een ernstige nierinsufficiëntie? Mogen jullie even rustig over nadenken. Nou, ik hoop dat jullie allemaal uit zijn gekomen op antwoord B. Meest waarschijnlijk is er sprake van een ernstige nierinsufficiëntie. Die EGFR is zo slecht nog helemaal niet. Maar deze man heeft heel weinig spiermassa, die is cachectisch. En dat betekent dus dat hij al van zichzelf een heel laag creatinine heeft. En daardoor die EGFR waarschijnlijk een enorme overschatting is van zijn nierfunctie. Dus weinig spiermassa is weinig creatinine, dus geeft een overschatting. Veel spiermassa is veel creatinine en geeft dan een onderschatting van de nierfunctie. Dit is een mooi bruggetje om te hebben over nierschade. Als we het hebben over nierschade, dan kunnen we het hebben over de ernst van de nierschade, maar ook van de oorzaken van nierschade. En misschien dachten jullie net wel een EGFR van 54, is dat nou goed of is dat nou slecht? Als we kijken naar nierschade, de ernst wordt dat ingedeeld in verschillende categorieën. Dat wordt gebaseerd op die EGFR opnieuw, maar ook op eiwit in de urine. En wat je hier ziet is een omgekeerde piramide, waarbij de nierfunctie, de ernst van de nierschade, wordt uitgedrukt in opgedeeld in 5 categorieën. Waarbij die eerste categorie eigenlijk nog een hele goede nierfunctie heeft. Die EGFR toont nog een normale nierfunctie, maar wel is er wat eiwit of bloed in de urine. En dan kunnen we, als er al eiwit of bloed in de urine is, kunnen we al spreken over nierschade. En pas als we verder in die piramide naar beneden gaan, zien we ook dat de EGFR terugloopt. Van EGFR van onder de 90 tot onder de 60 naar ernstige nierschade van de EGFR tot onder de 15, waarbij er op een gegeven moment uiteindelijk vaak ook dialyse nodig is. Of nog liever een transplantatie. En wat belangrijk is, is dat hoe verder iemand zakt in deze stadia, hoe slechter de nierfunctie, dat ook heel erg van invloed is op zijn mortaliteit. Hoe ernstiger de nierschade, hoe hoger de kans op overlijden is.
En dat is een hele sterke relatie. De mortaliteit onder nierpatiënten is ontzettend hoog. En ook vooral de cardiovasculaire comorbiditeiten. Dus dat is belangrijk je te realiseren. Dat het niet enkel een nierprobleem is, maar dat deze mensen ernstig ziek zijn. En hoge risico's hebben. Als we kijken naar de oorzaken van nierschade. Zijn die op te delen in prerenaal, postrenaal en renaal. Is een vaak gebruikte indeling. Waarbij je bij prerenaal moet denken aan bloedingen. Waardoor er eigenlijk te weinig bloed toevoer naar die nieren is. Maar dat kan ook bijvoorbeeld bij uitdroging. Dat er eigenlijk hypovolemie is. Of hartfalen. Waardoor het hart te weinig bloed rondpompt naar die nieren. En renaal wil ik nog even noemen. Want renaal is een belangrijke oorzaak van medicatie. Er zijn verschillende medicamenten die tubulaire of interstitiële problemen geven in de nier. Interstitiële schade of tubulaire schade aan de nier. Onder andere NSAID's kunnen heel toxisch zijn. Of antibiotica, bijvoorbeeld gentamicine. Vancomycine zijn hele schadelijke antibiotica voor de nier. Die heel toxisch zijn. En ook PPI's kunnen neerslaan in de nier. En daar voor grote problemen veroorzaken. En deze punten zijn meestal oorzaak van acute nierschade. Maar dat kan zich, als dat lang genoeg persisteert, kan het natuurlijk leiden tot chronische nierschade. Maar chronische nierschade ontstaat vaak ook door lang ernstige of hoge hypertensie of diabetes. En ook met de leeftijd gaat de nierfunctie vaak wat achteruit. Dan kort farmacokinetiek versus farmacodynamiek. Ik vond het vroeger altijd heel lastig om die twee uit elkaar te houden. Farmacokinetiek beschrijft processen die het medicament ondergaan in het lichaam. Dus eigenlijk wat het lichaam met het medicijn doet. En de farmacodynamiek is wat het medicament op het lichaam voor effect heeft. We gaan het nu hebben over de farmacokinetiek. En die wordt vaak opgedeeld in vier processen. Absorptie, het metabolisme, distributie en de excretie. Waarbij vanzelfsprekend de nier een grote rol heeft bij de excretie van medicatie. En de nier is niet simpelweg een filter of een zeef waar alle stoffen door gefiltreerd worden. Het zit net wat ingewikkelder en dat kunnen we hier zien. Hier zien we een glomerulus. Daar hebben we er ontzettend veel van in onze nieren, al die kleine vaatkluwtjes. Waar het bloed wordt gefiltreerd en er voorurine wordt geproduceerd. En het belangrijkste proces is die glomulaire filtratie. Daarmee wordt heel veel vocht en medicatie uit het bloed gehaald. Maar er is ook renale absorptie, reabsorptie en passief proces. En er is ook tubulaire secretie. Een actief proces waarbij medicatie ook buiten de glomerulus om in de voorurine uitgescheiden kan worden. Daar komen we straks ook nog kort op terug, dat dit relevant kan zijn. En die excretie of eliminatie is niet het enige wat relevant is bij nierfunctie. Want we zien bijvoorbeeld bij eindstadium nierfalen, end-stage renal disease, dat eigenlijk al die facetten van de farmacokinetiek worden aangedaan. Waarbij ik de distributie wel een hele belangrijke vind om te noemen. Omdat vaak bij het eindstadium nierfalen zijn die glomeruli kunnen dan zo beschadigd zijn dat er veel eiwitlekkage is. Waardoor er een hypoalbuminurie ontstaat. Een te laag albumine in het bloed. En dat betekent dat er minder eiwitbinding is in het bloed. En een heleboel medicijnen zijn afhankelijk van die eiwitbinding. Die zijn eiwitgebonden. En als er dan minder albumine in het bloed is, dan krijgen we dus minder eiwitbinding en is er een veel grotere vrije fractie. En dan is het ook nog belangrijk of het medicijn renaal geklaard wordt.
als dat helemaal afwezig is, is het ook nog belangrijk. Of als er renale excretie normaal gesproken aanwezig is, is het ook belangrijk om te weten of dat glomulair is of dat het tubulaire secretie is. Want soms kan die glomulaire filtratie heel erg slecht zijn, hè? Dat is die EGFR. Maar dat die tubulaire secretie, die kan nog best wel oké zijn. Dus die verhouding, normaal gesproken is dit laatste een heel klein percentage. Maar als deze glomulaire filtratie heel slecht is geworden, dan wordt dit percentage veel groter en kan het meer bijdragen. Nou, dan wil ik als laatste ingaan op de geneesmiddelen en verminderde nierfunctie. Ik denk wel dat het het grootste onderdeel is van deze presentatie. Als we het hebben over geneesmiddelen en verminderde nierfunctie, dan hebben we het over verminderde excretie vaak. Maar we kunnen het ook hebben over verminderde beschikbaarheid van de medicatie waar we het nodig hebben. En ook verder nierfunctieverlies, juist door het gebruiken van medicatie. En hier wil ik alle drie de punten wil ik kort wat voorbeelden geven. Als eerste die verminderde excretie. Als een medicijn in de normale dosering wordt gegeven, maar het wordt slecht uitgescheiden, dan ontstaan er hogere bloedspiegels. En daarbij eigenlijk logischerwijs ook meer werking, maar ook meer bijwerkingen. En dat kan dus ernstige risico's met zich meebrengen of ernstige klachten. En om dat te illustreren, deze hoge bloedspiegels en bijwerkingen, is dit figuur met op de x-as de tijd met de verschillende innamemomenten. Elke 12 uur wordt er iets ingenomen. En op de y-as de concentratie van het medicament in het bloed. Waarbij het hier nu relevant is welk medicijn het is. En we zien hier de onderste lijn, doorbroken lijn. Dat een patiënt met een normale nierfunctie is. En dit is eigenlijk de grafiek die je graag zou willen. De concentratie in het bloed. Maar als je dezelfde dosering aan een patiënt geeft die nierinsufficiënt is, dan stijgt dat veel sneller, omdat het niet zo snel wordt afgebroken, dat medicijn. Waardoor eigenlijk die patiënt veel hoger uitkomt. En als die grens van toxiciteit hier zou liggen, dan betekent het dus dat je eigenlijk al toxische effecten hebt en heel veel klachten kunt hebben. Dus verminderde excretie is heel erg relevant. Heb ik daar ook een casus bij. Het gaat over mevrouw Jansen die een ernstige pielonefritis heeft. En op basis van eerdere kweken lijkt augmentin de beste keuze. En zij heeft een EGFR van 24 milliliter per minuut. Wat moeten jullie nu doen? Gaan jullie amoxicilline en clavulaanzuur geven? Oftewel augmentin. Kan dat veilig gebruikt worden? Moet ze wel met amoxicilline en clavulaanzuur in dosis verminderd worden? Of moet alleen de clavulaanzuur in dosis verminderd worden? Normaal gesproken geef ik altijd even 5 minuten om dit goed uit te zoeken. Maar nu hebben jullie de kans om dit gewoon door te spoelen. Dus ik heb dan alleen even de vraag, waar zouden jullie dit opzoeken? Welke bronnen zouden jullie hiervoor gebruiken? Ben ik benieuwd. Denk daar kort even over na. Waar kan je het antwoord vinden? Zelf zou ik het antwoord opzoeken in ofwel het farmacotherapeutisch kompas. Daar staat vaak toelichting bij de dosering over wat de consequenties zijn van nierfunctieverlies en hoe dat dan te doseren. En op de richtlijnen van SWAP-ID. Daar staan alle antibiotica op toegelicht. Meestal komt het wel overeen wat de adviezen zijn, maar soms wisselt het ook. Maar het belangrijke is dat er vaak wel veel over te vinden is. En vooral dat het belangrijk is om het op te zoeken. Als je het niet weet, altijd goed opzoeken. Terug naar die casus. Antwoord A is echt fout. Clavulaanzuur kan ernstige schade opleveren, is toxisch in deze dosering bij deze slechtere nierfunctie.
ervan uitgaand trouwens dat deze mevrouw normaal postuur heeft, normale. Dat dit geen onder- of overschatting is van haar nierfunctie, die 24 milliliter per minuut. Maar antwoord A zou ik zeker niet zeggen. Dat is zelfs gevaarlijk. Antwoord C is het beste antwoord. Want amoxicilline kan in principe veilig in normale dosering gegeven worden. Alleen die clavulaanzuur moet in dosering verlaagd worden. En de meest elegante manier vind ik zelf altijd, dat je de bijvoorbeeld bij een EGFR van net onder de 30, wordt er vaak de augmentin, dus de combinatie van amoxicilline en clavulaanzuur, wordt in de ochtend gegeven en in de avond, dus tweemaal daags. En dan wordt er in de middag wordt er alleen de gift van de amoxicilline zonder de clavulaanzuur gegeven. Dan heb je wel de normale dosering van amoxicilline, maar een lagere dosering, een veilige dosering van de clavulaanzuur. Wat betreft de verminderde beschikbaarheid van medicatie bij slechtere nierfunctie, wil ik het eigenlijk kort houden. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde diuretica, lysdiuretica, zoals bijvoorbeeld furosemide. En dit medicijn moet vaak dan hoger gedoseerd worden, omdat het minder effectief is in de nier. En een ander voorbeeld is het antibioticum nitrofurantoïne, wat vaak wordt gegeven bij urineweginfecties. Dat middel is ontzettend hydrofiel. Dringt helemaal niet door in de weefsels en is dus echt afhankelijk van de uitscheiding in de nieren om in die blaas terecht te komen waar het zijn werking moet hebben. Daarvoor zou je heel hoog moeten doseren, maar dat is gevaarlijk en dat geeft heel veel bijwerkingen en is toxisch. Dus dat middel is gewoon gecontraindiceerd bij een slechtere nierfunctie. Als laatste, het verdere nierfunctieverlies, dus een neerslaan van de medicatie, kan schade geven. Maar ook het drukverval. En dat is het meest voorkomende bij interacties van medicijnen. Dat drukverval in die glomerulus, dat is een relatief veel voorkomend en belangrijk probleem wat grotendeels voorkomen kan worden als er wordt gelet op interacties en juist voorschrijven. En de meest bekende interactie is de ACE-remmers in combinatie met NSAID's. En normaal gesproken hoop ik dat een van jullie dat kan uitleggen aan mij. Maar gezien de situatie zal ik dat toch ook zelf doen. Even kijken. Ja. Hier hebben we een voorbeeld van de glomerulus met een aanvoerend afferent vat en een afvoerend efferent vat. En daarbij zien we dat de NSAID's kunnen zorgen voor vasoconstrictie in het afferente, dus aanvoerende vat. En als dit vat, vasoconstrictie, dus dicht gaat staan, dan komt er minder druk op die glomerulus terecht. In de normale gezonde situatie kan dat nog wel meevallen. Maar als iemand ontzettend ondervuld is, of als hij ACE-remmers gebruikt, kan dat wel een groot probleem zijn. En waarom? Die ACE-remmers die werken op het efferente vat. En die zetten dat efferente, afvoerende vat, zetten ze open. En dat kan gunstig zijn, maar als er en het aanvoerende vat dicht gaat staan en het afferente vat open, die combinatie tegelijkertijd, ja, dan vervalt de hele druk in die glomerulus. En daar kan hij niet tegen. Die glomerulus heeft voldoende druk nodig om gezond te kunnen functioneren. En als die situatie te lang bestaat, dan help je door de combinatie van de NSAID's en de ACE-remmers iemands nierfunctie geheel om zeep. Dat kan al heel simpel. Hè? Er zijn best wel veel mensen die ACE-remmers gebruiken. ACE-remmers of angiotensine receptorblokkers, die ARB's, die grijpen op hetzelfde mechanisme van het RAS-systeem aan. Veel voorkomende bloeddrukmedicijnen. En als zo iemand na een kiesextractie, als je die pijnstilling wil geven, dan is misschien één dagje, gaat nog wel goed. Maar als iemand dat langere tijd doorgebruikt, of als iemand de ibuprofen langer doorsnoept, dan kan die een heel groot probleem creëren. En dat wil je niet op je geweten hebben. En voorbeelden van deze medicijnen zijn NSAID's hoop ik dat jullie kennen. De non-steroid
non-steroid anti-inflammatory drugs. De ibuprofen, diclofenac, naproxen. En die ACE-remmers, dat zijn dus hele veel gebruikte bloeddrukmedicijnen. Veel bij diabetes onder andere gebruikt om ook de proteinurie, die lekkage van eiwitten te voorkomen. Dat zijn bijvoorbeeld lisinopril, perindopril, enalapril. En die angiotensine receptorblokkergroep. Zijn er ook meerdere voorbeelden van te noemen. Belangrijkste is, die interactie moet je zien te voorkomen. Nu werd er voorgaand jaar werd er een vraag gesteld van hoe kan het nou dat die ACE-remmer de nier aan de ene kant zou kunnen beschadigen en aan de andere kant juist ook beschermend werkt. Nou, ik hoop dat jullie middels het antwoord wat ik net, de uitleg die ik net gaf, daar al een beetje een antwoord op kunnen geven. Namelijk, die ACE-remmers kunnen met een interactie met medicaties zoals die NSAID's kunnen ze een te groot drukverval in die glomerulus geven, waardoor je dus die nieren om zeep helpt. Terwijl als iemands toevoer van bloed naar de nier goed is, en je geeft hem een ACE-rem, waardoor die druk van de nier heel klein beetje minder wordt, doordat het vat meer open gaat staan, het afvoerende vat, kan dat juist beschermend werken, omdat die glomerulus dan minder druk ervaart en er minder eiwitten doorheen worden geduwd. Stel ik het altijd met mijn vorm. Dus dat geeft juist een wat beschermende effect op de nierfunctie op de lange termijn en ook beschermend effect tegen die proteinurie. Heb ik een nieuwe casus. Jan is stabiel ingesteld op lisinopril, dat is een van die ACE-remmers. En hij heeft enkele dagen na zijn kiesextractie nog steeds een zeurende pijn en hij besluit toch maar diclofenac te kopen bij het kruidvat. Wat is nu juist? Zijn de middelen die je bij het kruidvat kunt komen, zijn die veilig en is het dus geen enkel probleem? Of is dit onverstandig, want de NSAID's hebben een interactie met ACE-remmers? Nou, ik hoop dat iedereen hier bij antwoord B uitkomt. En dat ook heeft begrepen aan de hand van de uitleg die hier zojuist werd genoemd. Samenvattend is die interactie dat de NSAID's zorgen voor vasoconstrictie in het afferent vat, het aanvoerende vat dus, en die ACE-remmers geven vasodilatatie, verwijding in dat afvoerende vat. NSAID's, constrictie, afferent, ACE-remmers, vasodilatatie, efferent. Die combinatie moet je niet willen. Dat is gevaarlijk, niet doen. Nu hebben we het gehad over verschillende nieren van nierfunctieverlies. Hè? Verminderde excretie, verminderde beschikbaarheid, maar ook gevolgen door het stapelen, schade aan de nieren. En hoe moet je daar nu mee omgaan, is de vraag. Bij die bovenste verminderde excretie kun je de dosis aanpassen of de toedieningsfrequentie aanpassen. Op die manier probeer je minder hoge spiegels voor elkaar te krijgen. En als er verminderde beschikbaarheid is, kun je ook de dosis aanpassen. Moet soms wel worden opgehoogd zelfs. Of moet er gewoon een alternatief gezocht worden, omdat ophogen geen mogelijkheid is vanwege de toxiciteit. Dan is het gewoon gecontraindiceerd en moet je op zoek naar een alternatief medicijn. Hetzelfde kan gelden voor het nierfunctieverlies. Bij ernstig nierfunctieverlies moet je soms de dosis, of vaak de dosis aanpassen, maar is vaak ook het medicijn gewoon gecontraindiceerd, zoals bijvoorbeeld metformine, medicijn bij diabetes, of de nitrofurantoïne, of bepaalde antibiotica die je niet wilt geven in slechtere nierfuncties. Even kijken. Daar werd ook een vraag over gesteld op Canvas. En dat was de vraag, wanneer kies je nou voor een dosisaanpassing en wanneer kies je voor de toedieningsfrequentie aan te passen? Dus dat interval tussen die doseringen aan te passen. Beide opties geven eigenlijk hetzelfde effect, namelijk lagere spiegels van het medicijn. Dus die maken het veiliger. En beide opties worden ook gebruikt, maar wanneer kies je nou voor wat, is de vraag. Daarbij vind ik dit figuur altijd het meest illustratief. De bovenste hebben jullie al eerder gezien.
Waarbij nogmaals op de x-as de tijd is met de inname momenten en de y-as de dosering. En dan zien we hier bij figuur A dat die nierinsufficiënte patiënt veel hogere spiegels kreeg bij dezelfde frequentie en dosering. Dat hij dus veel hoger eindigt. Nou, dat is iets wat je niet wil. Je wil dat hij in dezelfde range als de patiënt eindigt met de nierfunctie, normale nierfunctie. Bij figuurtje B zie je wat er gebeurt als je de dosering halveert. Je ziet dat de frequentie is nog steeds elke 12 uur wordt er een medicijn ingenomen, maar de piek is een stukje lager. Omdat er minder dosering is, zal die piek minder snel zijn. En dan wordt het weer trager afgebroken. En dan is er weer zo. Op die manier krijg je eigenlijk dezelfde bloedspiegels, maar met minder schommelingen. Dat is het geval bij de dosisaanpassing. Als je nu de toedieningsfrequentie halveert, krijg je situatie van C. Hierbij wordt er in plaats van elke 12 uur, wordt er elke 24 uur, 24, 48, 72 uur, het medicijn ingenomen, maar wel in dezelfde dosering. En omdat je er langer tussen laat zitten tot je de volgende inname heeft, heeft het medicijn langer de tijd om weer uit het bloed te geraken. Waardoor je niet zulke hoge spiegels krijgt, maar normale spiegels met een lagere doseringsfrequentie. Wat je dan wel ziet, is dat je wel die grote schommelingen houdt. En bij sommige mensen met nierfunctieverlies ben je een beetje nerveus voor die schommelingen, want dan kan dat eerder toxische spiegels bereiken. Je kunt dat nooit, tenzij je spiegels prikt van bepaalde medicijnen, kun je dat nooit heel precies schatten. Maar dan ben je soms nerveus en wil je geen hoge spiegels hebben. Dus dan wordt er gekozen voor die minder grote schommelingen door de dosering te verlagen, maar de frequentie hetzelfde te houden. Dus dat is ontzettend afhankelijk van het type medicijn wat je hebt. Hele toxische medicijnen kies je vaak voor doseringsverlaging. En medicijnen waarbij je bijvoorbeeld een hoge topspiegel wil hebben, bij bijvoorbeeld sommige antibiotica, die zijn alleen werkzaam als ze even heel hoog gedoseerd zijn. En dan gaat het niet om de gemiddelde doserings, niet de gemiddelde spiegel. Maar bij die antibiotica wil je juist wel eigenlijk die pieken hebben. En daarbij zou je dan juist de frequentie aanpassen. Dus het is eigenlijk geheel afhankelijk van het medicijn wat je besluit voor die aanpassing. Wil ik ook nog kort even noemen de situatie van dialyse. Dat is eigenlijk een hele andere situatie dan bij nierfunctieverlies. Omdat daarbij de nierfunctie grotendeels of helemaal wordt overgenomen door de dialysemachine. En er dan om de zoveel dagen gedialyseerd wordt. Dus op het moment van dialyse worden alle toxische stoffen en medicatie, grotendeels, niet alle medicijnen, maar uit het bloed gehaald. En op het moment dat de dagen daarna gebeurt er niks qua filtratie of het uitfilteren van de medicatie tot er weer gedialyseerd wordt. En daarbij is het dan heel belangrijk ook of die medicatie daadwerkelijk eruit gedialyseerd wordt of dat het langer in het bloed blijft en slecht gedialyseerd wordt. En je kunt je voorstellen als je een antibioticum geeft net voor dialyse, dat antibioticum wordt eruit gedialyseerd, ja, dan heeft het helemaal geen zin. Want dan heb je net dat antibioticum gegeven, is nog geen uur in het bloed geweest. En dan is dat alweer uit het bloed. Dus dan kan het zijn werking niet doen. Dus daarbij is het heel relevant. Er wordt vaak medicijn na de dialyse gegeven. Waarbij je dan ook weer rekening moet houden dat je dan niet telkens nieuwe giften hoeft te geven als het niet uit het lichaam wordt gefiltreerd door de nier zelf. Dus dan hoef je pas weer de volgende gift na de volgende dialyse te geven. Dus dialyse is weer een hele andere benadering dan slechtere nierfunctie die nog voor de dialyse situatie zit. En ook is het belangrijk te weten of er nog restnierfunctie is. Restnierfunctie is bijvoorbeeld dat mensen nog wel kunnen plassen, maar niet meer goed hun afvalstoffen kwijt kunnen raken. Maar die restfunctie die vinden wij heel erg belangrijk. En die geeft ook heeft veel waarde voor de patiënt of kwaliteit van leven van de patiënt. En die restnierfunctie wil je zeker niet om zeep helpen, ondanks dat iemand al aan de dialyse ligt. Dus dan blijf je heel voorzichtig met de medicatie die je geeft. Als iemand nou geen restnierfunctie heeft en die nieren helemaal niks meer doen, dan maakt het niet meer zoveel uit of we nou hele toxische medicatie geven voor de nieren. En dan kunnen we soms juist andere keuzes maken van medicijnen die normaal gesproken helemaal niet worden gegeven bij een slechte nierfunctie.
Omdat ze zo schadelijk zijn voor de nieren. Maar de nieren doen het in dat geval toch al niet meer. Dus dan komen er juist hele andere keuzes van antibiotica soms naar voren. Die dan een beetje contra-intuïtief zijn. Dus dialyse is altijd een hele andere situatie. Dus goed om daarover te overleggen als je een dialysepatiënt voor je neus hebt. Nou, dialysepatiënten krijgen ook ontzettend veel medicatie voorgeschreven. Dit is maar een handje vol wat ik hier noem. Maar er zijn nog veel meer medicijnen die ze veel krijgen. Onder andere medicijnen tegen de bloeddruk en de cardiovasculaire risico's. Maar ik heb hier een paar genoemd. Waarbij er veel medicijnen zijn die op het EPO werken. Omdat de nieren bij ernstige nierinsufficiëntie te weinig erythropoïetine produceren. Waardoor er bloedarmoede ontstaat. Omdat ze vaak ook wat... vaak ijzerverlies en ook bloedverliezen via de nieren, ontstaat er een ijzergebreksanemie, waardoor ook veel ijzer wordt gegeven. Is er sprake van fosfaatbinders om het fosfaat uit het bloed te krijgen. En om de secundaire hyper moet dat trouwens zijn. Hier staat hypo, maar hier moet staan hyperparathyreoïdie, te voorkomen of te reguleren. Wordt er vaak alfa-calcidol of andere gelijkende middelen gegeven die het vitamine D-metabolisme en de calciumfosfaathuishouding beïnvloeden op een gunstige manier. De diuretica had ik net ook al genoemd. Die worden vaak in hele hoge dosering gegeven om nog het vocht wat er is uit het lichaam te krijgen, omdat mensen steeds minder soms gaan plassen. Rezonium wordt veel gegeven bij hyperkalemie. En bisfosfonaten zijn nog een bijzonder onderwerp. Wordt onder andere gegeven bij osteoporose, waar veel nierpatiënten hebben ook problemen met het botmetabolisme. En ook bij niet-nierpatiënten kunnen bisfosfonaten gegeven worden. En die hebben een bijzondere bijwerking die voor jullie wellicht interessant is. Namelijk de osteonecrose van de kaak. Deze plaatjes kunnen jullie wellicht beter interpreteren dan ikzelf. Maar het is een zeer ernstige bijwerking. Die kan optreden bij bisfosfonaten, onder andere alendrolinezuur. Dat is wel dosisafhankelijk. Dus de dosering die nierpatiënten krijgen is meestal niet heel veel voorkomend. Deze osteonecrose van de kaak hebben ze het over 0,1%. Maar bij mensen die het in het kader van een maligniteit krijgen bijvoorbeeld, daar wordt wel eens incidentie van 3-10% geschat. Maar dit zijn ook medicijnen die best wel wat dialysepatiënten of mensen met een slechte nierfunctie krijgen. Dat is goed om te weten. Dit is de allerlaatste vraag die ik hier heb in de slide. Ook een van de laatste slides. En dat was nog de vraag: welk antibioticum kan nou het beste gegeven worden bij patiënten met een nierinsufficiëntie? Ik snap deze vraag heel goed. Maar... Ik kan je voorstellen dat ik daar is geen goed antwoord op te geven. Dat is namelijk ontzettend afhankelijk van wat de verwekker is, wat voor infectie het is en wat de nierfunctie is. Hè. Is die nierfunctie onder de 15 of is die nierfunctie onder de 60 of onder de 30? Dus je moet altijd rekening houden met verwekker, type infectie en de nierfunctie. En ook rekening houden met eigenschappen van het medicijn. Wordt het medicijn renaal geklaard? En zo ja, tubulaire secretie of glomulair. En ook kan het zijn dat soms ze dusdanig toxisch zijn bij deze mate van nierinsufficiëntie, dat ze gewoon gecontra-indiceerd zijn. Dus check altijd voordat je antibiotica geeft bij patiënten met nierinsufficiëntie of dat wel veilig is. En pas echt op met nefrotoxische antibiotica, deze groep. De aminoglycoside, onder andere de gentamicine, maar ook vancomycine is een bekende beruchte voor nierproblemen. Zeker in patiënten die al een slechtere nierfunctie hebben. Als ik hier een antwoord op moet geven, zijn er bij veel infecties, als de infectie gevoelig is voor amoxicilline, is amoxicilline vaak een veilige keuze. Let wel op die augmentin, de combinatie met clavulaanzuur, die dosering zou wel aangepast moeten worden. Kom ik terecht bij mijn allerlaatste slide. Dit zijn de belangrijkste punten waarvan ik hoop dat jullie die zullen onthouden. Als eerste de nierfunctie hebben we erover gehad dat dat meer is dan enkel het filtreren van die afvalstoffen.
Maar dat de nierfunctie ook vochtregulatie betekent en ook de endocrine functies van de nier. De eGFR moeten we onthouden dat dat een schatting is op basis van de creatinine en het afbraakproduct van spieren. En dat dat dus ook heel erg beïnvloed wordt door de lichaamssamenstelling. En dat die formule enkel iets zegt in een stabielere of chronische situatie. En dat als een hele acute achteruitgang van de nieren is, dat die eGFR eigenlijk hopeloos achterloopt. En dat je dan die 24 uur urine nodig hebt. Voor alle patiënten eigenlijk wel, ook mensen met een hele normale nierfunctie, is het altijd verstandig om te zeggen dat ze niet te veel NSAID moeten slikken. En ook altijd, maar het belangrijkste is dat bij te zeggen bij patiënten die al een slechtere nierfunctie hebben, daar zijn NSAID soms zelfs gecontra-indiceerd en sommige antibiotica ook. En als mensen dus al een verminderde nierfunctie hebben, check dan altijd de dosering van de antibiotica, hoe die aangepast moet worden en of er een contra-indicatie is. En bij twijfel overleg altijd. Dat is belangrijk. En die belangrijkste interactie die we hebben besproken is de interactie tussen de NSAID's en de ACE-remmers. En ook de angiotensine receptorblokkers. Maar die interactie die is ook relevant bij mensen met een hele normale nierfunctie. Dus als je een NSAID geeft, check altijd eventjes of iemand een ACE-remmer gebruikt of niet. Omdat je niet op je geweten wil hebben dat die nierfunctie in de prak ligt. Dat was het voor nu. Ik hoop dat jullie er wat van hebben geleerd. Dank voor jullie aandacht.